Van koeienpoep naar fashion. Het lijkt een welhaast onmogelijke combi. Toch houdt Jalila Asaidi donderdag in de Philips Fruittuin in Eindhoven een modeshow van kleding gemaakt van koeienmest. Wij hebben over de afgelopen jaren mest vooral als een probleem gezien. Iets wat we moeten vernietigen of niet kunnen gebruiken. Maar mest is in feite een materiaal wat goud waard is, omdat het waardevolle grondstoffen bevat, zoals cellulose. En in de natte fractie zitten ook allerlei ingrediënten waarmee je de cellulose om kunt zetten tot die waardevolle plastics, textielen en papier. Iets wat we kunnen gebruiken en wat we tot op het heden niet toepassen. En eigenlijk ligt het in de eenvoud. Het verbaast me dat dit niet eerder gebruikt of toegepast is daarvoor. Hoeveel mest heb je dan nodig voor een jurk? Daar is wel een kuubje doorheen gegaan. Niet voor één jurk, maar voor flink wat lappen textiel om 12 stukken mee te produceren. Het gaat Asaidi niet puur om de kleding. Ze wil vooral de vele toepassingen van koeienmestproducten laten zien. Het kunnen covers zijn van mobieltjes, een cover van je laptop. Alles wat normaal van bioplastic gemaakt kan worden, kan je met plastic van koeienmest produceren. Dus toepassingsmogelijkheden zijn immens. Je zou zelfs een brug van kunnen bouwen. Tot slot eigenlijk, zit er nog wel een luchtje aan die jurken? Nee, absoluut niet. Dan mag je dadelijk zelf ruiken.